nieuwe auto. Dat is echt Lando eigen, hè? Hey yo, what's up iedereen? Welkom bij deze nieuwe vlog. Vandaag is het weer tijd om op pad te gaan. De zoektocht naar een nieuwe auto. En vandaag ga ik een Mercedes testritten. Helemaal niet mijn merk. Ik dacht ook eigenlijk dat ik helemaal niet Mercedes zou gaan testritten. Maar er is één Mercedes die ik echt ontzettend dik vind. En dat is de Mercedes AMG G63. Die is gewoon heel anders dan alle andere Mercedes'en. Puur omdat het eigenlijk gewoon een hele luxe treinwagen is. Ik vind hem gewoon moddervet. En die gaan we vandaag testritten. En wie is dit? Ik zei een soort Italiaanse testritte. Maar hem gaan we ook te laat komen, want we moesten al 2 minuten geleden weg. Het is je boy Roy. Oh, je hebt wel een broek aan. Ja, ik schrok, want net was er geen broek aan. Bij Russen, vriendin. We gaan de auto instappen en dan heb ik een hele leuke vraag voor Roy. En ik ben benieuwd of jullie dat ook herkennen. Denk het wel. I wanna wake up in a city that never sleeps. I want to. Meneer, heeft u wel eens gehad dat u op een openbare plek bent, zoals bijvoorbeeld u zit in de klas of in een bibliotheek en u denkt, oeh, ik voel wat borrelen. U kijkt om u heen, u denkt even een zachte woefert en dan is die tand too hard. We hebben wel een keer gehad dat je denkt van, nou, die poepie kan wel even en dan stinkt die tyfus erg. Dan rijdt iedereen het en ja, dan moet je er gewoon vooruit gaan. Dan moet je er vooruit komen. Ja. Sorry jongens, het is best ranzig. Best wel een beetje. Maar ik moest er gewoon aan denken. Maar jij dan? Ik heb het een keer gehad tijdens het examen, man, met mijn eindexamens. Dat was mijn eerste keer ooit. Nee, ja. Ik zat zo gewoon in kramp, misschien door de zenuwen of zo. En ik denk, nou, ik pers hem even, maar als je op een stoel zit, dan knettert hij extra hard. Ja. Maar ik wou omhoog liften, maar ik was te vroeg. Dus zo, ik scheurde hem echt af gewoon. Oh, nou, toen keek ik natuurlijk, kreeg ik een paar verwaande blikken. Oh. En toen wees ik gewoon naar mijn buurman, toen ging ik naar beneden kijken en voor de rest heb ik niet meer. Echt waar? Ja. Zo, de auto die we gaan testritten, die hebben ook aardig dampgas hoor. Jezus Christus. Ja, ik ben benieuwd naar deze auto, maat. Ik ben wel van Mercedes, ik vind het wel dope. Ja, jouw Roy's vorige auto was een Mercedes A-klasse. Helemaal volgeladen met alles erop. Nou, heerlijke auto was dat. Ja, alleen de motor, hij had geen AMG motor, maar wel een hele AMG interieur pakket. Nou, dat was lekker hoor. Dan zullen we eens even kijken wat ze hebben staan. Daarna gaan we even rijden. Klinkt goed. Daar zijn we dan, op locatie. Kijk wat voor prachtige Ferrari 812 Superfast hier buiten staat. Maar hier komen we voor. Jezus. Roy is gelijk naar binnen gaan kijken. Wat een patserbak, ouwe. Echt heel erg. Ik denk dat hij niet eens in mijn garage zou passen überhaupt. Denk je? Dan moet je nou, ja, echt net aan, denk. Moeten we gaan opmeten. Maar hij is wel verschrikkelijk dik. Ja, het is echt niet normaal hoe dik die is. Oh, zo. V8 by Turbo, you know, bro. Kijk dan, wat een koekblik, hè. Het sexyste, meest sexyste koekblik op aarde. Akra zit eronder, hoor. Akrapovic. Morgen. Kijk dan, die uitlaat zit ook aan de zijkant. Had je dat al gezien? Huh? Zieke. Huh? Gaaf. Zo, what the fuck? Zul je dat iemand dan reft terwijl je net instapt? Dan... Zat je broek in de fik? Zo, ik ben even de showroom binnengelopen. Eigenlijk wilden Roy en ik deze bolide gaan testritten. Alleen die is niet van deze zaak. Die is van een man die hem hier te koop heeft gezet. Dus daar kan je niet zomaar mee testritten. Maar jongens, een Aventador. Oei, 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 oei. 700 pk'tjes ongeveer. Uit een 6,5 liter V12 zonder turbo's. Als je hierachter gaat staan, dan wordt u doof. Kijk, die Huracan modellen hebben normale deuren. Maar deze hebben die vleugeldeuren, die Aventadors, die V12's. Oh, kijk dan. Dat is echt Lambo eigen, hè? Dat maakt hem zo dik. Kijk, die Huracans zijn wel veel moderner, hoor. Je ziet wel dat dit uit bouwjaar 2011 komt. Alsnog heel dik, maar... Dit zijn echt oerlambo's, die V12's, in plaats van die V10's. Zeer goed, ja. Hoe kan een auto uit 2011 nog steeds zo modern lijken? Toch veel te dik dat je dat blok ziet liggen. V12! Kijk dan. GT. TCR, fucking dik. Dit zijn ook, ik vind het echt prachtige bakken ook, jongen. Deze kleur, GTI. Oh... Zo vet. We gaan de auto in. We gaan de G-klasse in. Dan gaat Oscar het even allemaal uitleggen. Ja, zo. Ziek idee. Zo, kijk eens. Christus de paard, hé. Voelt het bij hem? Hoor eens. Hoppa. Open. Klep open. Kan ik reffen? Ja.
Zo. Ging goed. Van 0 naar 100 in 4,5 seconden, geloof ik. Zoiets, ja. 577 pk, 800 Nm aan koppel, dik. Ja, dit is wel mooi, hè? Knolletje, denk ik. Hoe zit je achterin, Roy? Ja, top, man. Kijk, veel ruimte? Zat. Echt een chillmobiel, hè? Ja, dit is nou echt een chillmobiel. Dat ik even kant en leuk meer geluid. Oh ja, van je reffie nog. Kijk nou, zelfs achtergaan. Zeg je? Oh ja, ook een taren dit, joh. Dat vind ik zo mooi. Leer sfeerverlichting erin. Ja, dus kijk hier zo. Kun je allemaal geile kleurtjes erin zetten. Geile kleurtjes, dan doe je gelijk maar rood, hè. Wat voor kleur wil je? Rood. Rood. Oh ja, kijk eens, joh. Porno rood. Ja, porno rood dan. Amsterdam rood. Weet je wat één nadeel is? Nou. Kijk dit. Ik kan mijn camera hier niet opzetten, denk ik. Wacht. Dat is als YouTuber heel belangrijk. Ja, dat wordt... Ja, dat... Hé, oh. Hey, jongens. Maar leg je die altijd gewoon op je dashboard dan? Ja, met anti-slipmatjes. Oh, zo. En hier dan? Ja, hier kan je wel, ja. Zo. Nou, dat zou dan. Maar, ik gebruik ook heel vaak een zuignap. Nou, dan ben je toch klaar. Blijf zitten. Oh, no fucking way. Massage? Oh, massage. Hot relaxing, onderrug, bovenrug. Let op, komt ie. Activating massage. Oh, dat is goeie. Ik ben sinds kort single, dus massages krijg ik nooit meer. Zo, dit is wel een stuk duurdere vriendin dan. Minder duur in onderhoud. Wat dan weer wel, ja. Oh, dit is echt lekker, hoor. Dit is echt lekker. Heb je dat ook achterin? Nee. Wel stoelverwarmer achterin. Ja, stoelverwarmer wel. Okay. En je hebt stoelventilatie voorin ook. En natuurlijk ook... Dat is handig voor de damper. Hij is echt full option dan, hè? Of niet? Goed, hè? Als je naar huis rijdt, dan blijf je nog 5 minuutjes extra zitten. Nou, ik heb wel. Als ik een beetje gewoon vermoeid ben, dan weet ik veel wat. Dan ga ik gewoon... Je pak een auto in de showroom en dan ga ik even zitten. Zo. Nee, echt? Oh. Doe dat echt? Ja, nee, serieus. Als ik gewoon... Ja, gewoon, heb je toch een beetje stress en dingen en een beetje spierpijn, dan ga je leren en dan even ik had haast, waren ze me een uur kwijt, zat ik in die auto. Echt? Ja. Je slaapt verdonderd. Nee, ik zat gewoon even in mijn eigen wereld, gewoon. Lekker toch? Het lijkt me wel lekker als je gewoon een kalm moet doen of zo, je zo lekker in zo'n massagestoel. Ja, want ik was dus mijn rijbewijs kwijt en toen was ik natuurlijk een beetje, godverdomme. Dus ik zat gewoon echt, op een gegeven moment gingen ze me bellen, waar ben jij? Ik zei, ik zit naast je. Ja, hoe bedoel je? Ja, ik zit naast je. Geblindeerde ramen? Ja. Hoe zet je hem op sport en op comfort? Nou, hier zit die knop. Hij staat nou. Hij start altijd in comfort. Dus hij uitzet hem uit in comfort. Dus dan moet je aan deze. Moet je dan draaien. Hup, en nu gaat die klep open. Maar je kan ook comfort. Kijk, geef maar gas. Zo. En als je nou zo doet, dan gaat alles weer dicht. Geef maar gas. Oh ja. Dat is niet zin, ja, ja. Maar je kan ook gewoon in comfort de klep open doen. Geef maar gas. Dat is iets harder, maar geen geknetter. Nee, dat doet hij in Sport Plus alleen. Sport Plus. Zo! Ja, je kan nog wel verder. Ja? Geef meer gas. Ja, maar ik dacht dat hij koud was. Oh nee, dat is de rev limiter. Ja, nee, is toch te koud. Kijk, bij een ordinaire auto past een ordinaire bril, hè? Ja, kijk eens, ik kan er een aan je zo. Hey dames, ik heb een nieuwe auto. Ze keken ook zijn maanden van filmpje bij. Zijn dat vaste klanten hier? Nou, dat gaat het wel worden, denk ik. Mooie dames hoor, ja. Nou, voor de looks is het niet, ja, misschien van de auto. Mag deze bril ophouden dan? Of is die van jou? Of wat is van wie is het? Ja, die krijg je erbij. Die krijg je erbij. Ja, doe dan maar een wc-bril, daar heb ik meer aan. Ja, kan je ook een wc inbouwen? Dat waar je zit, dat er een gat in is. Sorry, ik kan hem een sluitje aansluiten. Je kan je telefoon koppelen, heb je Apple CarPlay en zo? Apple CarPlay ook, mooi man. Mooi entertainment. Het scherm dat helemaal zo doorloopt. Ja, dat is echt vet, loopt helemaal door. Nou, je hebt 130 kilo gezien, nou, mooi toch. Maat, daar gaan we. Daar gaan we, maat. We're off. Wat een geluid! Rij je hoog in dit ding, zeg. What the fuck, dit bevalt me heel erg. Mercedes, maat. Hoor dan, maat. Wat een ordinair auto. Ja! Niet te geloven. Die massage is lekker. Gast, ik lijk een fucking maffiabaas met deze bril, maat. Kijk, die mensen kijken. Ja. Zo, gast, mensen kijken echt van wat de fuck zit daar voor mogal in. De eerste meter zo, hij is heel hoog. Heel comfy. Echt gewoon, je bent king of the hill, king of the road. Je zit heerlijk, je hebt overzicht. En hij is gewoon, het is een beest. Zullen we eens even kijken of die een beetje doortrapt, hè? Wat? Dit klinkt veel te goed, hè? Even stilstaan dan. Wow! Wow! Dit
een beleving. Dit is erg, hè? Wat een ordinair tering, denk ik. Geweldig. Ik vind hem geweldig. Hij is geweldig. Wow, maat. Hij is echt ziek, hè? Ik ben natuurlijk echt Audi, man. Maar Mercedes... Hij is echt ziek, zeg. Dat kriebelt me aan, daar zie je ook al van. Jezus, wat is hij snel, hè? Hij is wel snel ook. Voor zo'n fucking grote bak, die natuurlijk veruit over de 2 ton weegt. Hij kost ook over de 2 ton. Au. Maar mensen kijken wel naar van wat de fuck doe jij voor werk. Ja. Wat verkoop je? Coke of iets? Wow, deze gaat sowieso mee in mijn keuze. Dat wil je echt niet weten. Ja, hè? 100.000%. Ja. Maar, of die in mijn garage past, dat vraag ik me echt af. Denk het net aan. Kijk hem kijken, joh, die vet. Ja, mensen zitten te kijken. Maar je ziet iedereen ook heel erg, omdat je ze gewoon van boven naar beneden kan kijken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je zit echt in een soort van container. Maar mensen kijken je niet aan van wat een mooie bak, maar echt zo. Yo. Zitten elkaar aan te tikken zo. Wat zou hij voor beroep doen? Ja. Ook met die bril. Vinkbak pakketjes gebracht. Oh. Ja, normaal gaat hij van 0 naar 100 in 4,5 seconden, maar nu 5. Want er ligt er 12 kilo coke achterin. Nou Don, mooi tunneltje daar. Zo, maat, dit gaat bombeer tot podium. Dit wordt Winnie de Poep. Even kijken, hoe is de bocht hier? Ah, oké, let op. Holy damn. Holy damn, maat. Dat was echt heel erg hard. Deutsche Fabrikat, ja! Zo hard! Oké, tijd van buiten, ja? Van buiten. Ja. Hey Roy, dit zou ook een hele luxe lijkenwagen kunnen zijn. Ja! Ja. Oké, Roy gaat even die A-kraal even... Op de start trappen. Let's go, bro! Niet normaal. Echt hard, hè? Echt. Echt. Gewoon echt. Dat maakt een auto, het geluid, dat is gewoon de beleving. Een soort van bliksem is het. Ja, het is bliksem, maar het is heel anders dan Audi. Ja. Het is veel zwaarder. Kijk ook die koplampen, die zijn toch fantastisch zo. Oké, tijd voor flybys. Nu gaan jullie ook zien wat een verschijning dit is op de weg. Kijk dan. Zo. Hoor dan. Hoor dit. Maar. Yes, yes. Ik zie aan Roy's gezicht als hij voorbij rijdt dat hij weer helemaal terug naar zijn roots is. Hij vindt het geweldig. Het is wel een ultieme flex elke keer als je ergens aankomt. Hey maat. Back to the roots, hè? Back to the roots, man. Bevalt het? Ja, hij is wel heel ziek. Hij is wel een beetje eng, hè? Vind je hem eng? Het is meer gewoon van, dit is wel een auto die je niet gelijk echt vol op zijn staart durft te trappen of zo. Omdat het gewoon zo anders stuurt en het is... Hij gaat wel zoeken, hè? Ja, hij is best wel aan het zoeken. En het is anders dan... Maar het is leuk speels. Ja. Het is niet Audi veilig. En ik vind het vooral heel overzichtelijk. Dat blijf ik vinden. Dat is echt wat... Elke keer als je ergens aankomt is het gewoon een ultieme flex. Maar echt een ultieme flex. Huh. Ik heb het koud. Kies een regelnummer. Oh. Oh, hè, maar hoe deed je dat nou met een knopje? Afbreken. Ja, je kan via hier kan je voice activatie doen. Ja, kijk, en dat knopje, doe eens dat zwarte knopje. Dat is touchscreen dit. Ja, dit is touchscreen, kijk. Lijp, hè? Fucking ziek. Ja, dat is echt heel ziek. Het enige lelijke aan het interieur vind ik dat klokje. Voor de rest vind ik het helemaal af. Vind je dat niet mooi? Nee, man. Een beetje kids. Hebben. Nee, een beetje kids of zo. Ja? Nou, nee, niet echt voor de rest alles voor een ding natuurlijk. AMG op de vloermatten. Kijk, 360. Echt heel ziek. Houten finish, wood finish everywhere with leather. Maar ook nog een mooi detail, AMG in de stoelen. Wat is dit eigenlijk? Dat is omdat het treinwagen is, man. Dat is aandrijving en zo en shit. Nee, joh. Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt hoor, maar vierwiel, achterwiel. Waar is mijn bril? Dat is een Louis Vuitton bril, hè, van die vent. Nee, echt? Ja. Waar is mijn bril? Waar is die? Heb ik die achterin gelegd? Nee, wat? Ja! Oh, ik dacht al, kom tijdens... Is geen Louis Vuitton.
Oh. Hij stresst hem. Ja, maat. Ik was steeds heen en weer aan het rennen voor shots. Dus ik denk, die ben ik onderweg verloren natuurlijk. Had hem hier gedaan. Hij stresst hem zo hard. Ja, natuurlijk stress ik hem hard. Het is niet van mij. Het zijn niet mijn spullen. Nou. Deze krijgt een 10. Deze is echt heel ziek. Nou, ik ben echt blown away, want ik heb altijd geroepen over de G-Wagons van ja, ik zou het nooit kopen. Maar nu je er zo zelf in hebt gereden. En de bril, ziek. En de bril krijg je erbij, dus daar doe je het voor. De Louis Vuitton bril. Moet eerst eens mijn haar gaan fixen. Ik zit nu precies in die stage dat ik er net niks mee kan. Dat ik natuurlijk maar ik blijf het af en toe eraf knippen. Maar heel vet, dit is geweldig. Ja, we kunnen erover blijven lullen, maar ja, je neemt het mee, nadenken. Je neemt het mee in de open lucht en je kan de dingen instoppen. Airbag. Volkswagen Airbag. Nee, het is gewoon een kwestie van heel goed nadenken. En we gaan het zien. Wat vinden jullie ervan? Laat het zeker even weten in de comments. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Vind ik heel leuk om even de comments te lezen. En ik hoop dat ik ook wat voor jullie blij heb gemaakt. Want heel veel van jullie zeiden, ga nou eens gewoon een AMG testritten doen. Geen spijt van, dus dank jullie wel. Roy die is helemaal R8 gek. Dus ja. Waar gaat Roy even met mee rijden? Met mee, Roy, stap in. Roy die is helemaal lijp van R8, hè. Moet je horen. Ook Akrapovic, hè? Nou, ik denk dat Roy half bar van terugkomt. Veel plezier, Roy. Ja, duimpie. Wat een geluid, hè, die V10. Hij keert hem even om. Gewoon luisteren. Kijk, heel veel auto's klinken natuurlijk standaard niet lekker. Dus wat wil je dan? Een nieuw uitlaatsysteem. Zo ziet Akrapovic uit, wat bijvoorbeeld onder die G-klasse zit. Of van wat voor auto is dit? Deze voor de nieuwe RS6. Deze voor de nieuwe RS6. Kijk hoe het eruit ziet. Super dik. Wat is dan de downpipes dit? Ja. Ja, als je er verstand van hebt, dan dit is titanium, jongens. Kwalitatief. Fantastisch. Die cellen, die heeft minder cellen dan een originele downpipe, waardoor die meer geluid ook doorlaat. Ja. Gaaf. Titanium. Wie zijn er verstaan? Oh, die wel. Was dan titanium, dit? Of dat? Nee, dit is gedeeltelijk titanium. En ja? Zeg maar de eindpijp van Akrapovic. Ah. Zeg maar de downpipes en deze, die zijn voor het verstaan. Het titanium is dan ook lichter? Ja, lichter, betere kwaliteit. Fantastisch, man. Ja. Leuk om een keer zo te zien. Hallo. Hallo. Hey, hoe is het? Hallo, wat heb je een groot hoofd? Oh, je maakt mijn broek nat. Lekker kwaal. Kan deze blaffen op commando? Yo. Een wolf, joh. Hallo. Mag ik knuffelen? Hallo. Oh, ga maar zappen. Hey, wie hebben we daar? En Roy, wat vind je ervan? Dit is niet normaal. Heb je gereden ook? Echt niet normaal. Nee, ik heb niet zelf gereden. Maar dit is niet normaal. Echt bizar. Ik heb nog nooit in een auto gezeten die zoveel traction control heeft als deze auto. Meen ik echt serieus. Ja, van attraction, gewoon op de weg. Gewoon attraction op de weg. Gewoon hoe ziek deze auto stabiel op de weg blijft liggen, ook in bochten, maar niet uit hoe hard je gaat. Audi Quattro, hè? Net alsof die vastgeplakt ligt aan de weg, echt waar. Fucking vet, maat. Nee, serieus. Nou, hij staat te koop. Ja. Ja. Dat is zeker waar. Het keramisch remmen ook, hè. Echt binnen no time staat hij gewoon stil, hè. Ja, maar ja, je zegt wel, je staat stil, maar met hem zit er geen rem op, geloof ik, hoor. Nou ja, dat hebben we wel nodig, ja. We moesten wel. Ja. We gaan de politie tegen. Oh. Ja. Ja? Ja? En ging dat goed? Hij keek wel een beetje boos, maar verder doet het. Oh, nou. Oh, nou, top. Wat een bak, hè. Beauty. Nou jongens, even een dikke shout-out naar Grepa Automotive dat wij langs mochten komen. Swipe up. Absoluut. Echt leuk. Gezellig ook. Zo. Helemaal top zo. En Roy kwam met een leuk ideetje qua eten. Wat denken jullie dat het is? De afgelopen week is weer veel te erg. We moeten echt mee stoppen eigenlijk, maar het is zo lekker. We gaan vuur in mijn aardig dicht flippen. Are you dead, bro? I'm fine. Ja? Ja, dat snap ik. Ik heb je gefilmd toen je in de auto lag te slapen en op de bank. Jij bent tof, vind ik. Ik ben dubbel geframed. Jij hebt dubbel gefilmd. In de auto lag ik wel lekker, man. Ja. Ik weet ook nog wel, ik ging slapen, we waren op de snelweg, moest even wel een stukje rijden. Ik werd wakker, we waren nieuw verder. Dat was helemaal, nou, top. Ja, toen waren we weer bij jou. Ja. En nu zit hij lekker tussen beunzen. Lekker sjaal. Met een pilsie erbij. Een pilsie, ja. Echt best wel beun aan. Hé Roy, waar woon ik? Waar woon ik? In een helm. In Ridderkerk. Heb je die serieus helemaal daarvoor van een kast afgeplukt? Ja. Om de joke te maken.
Ja jongens, kijk. Ik woon in Ridderkerk. Dat zou echt een goede grap ook gewoon. Kan je dit open doen dan? Ja, dat kan. Wow! Wow! Daar schrok ik van. Bijna mijn neus in vijven. Heb je ook nog een zwaard? Ja, dat ligt beneden. Zullen we even zwaar vechten? Trouwens, deze week wordt de beveiliging bij mij geplaatst. Maar dat is niet het enige wat op korte termijn geplaatst gaat worden. Ook, oh yeah baby, 5 airco's. In 3 slaapkamers en 1 in de woonkamer en 1 in mijn werkkamer. Helemaal happy mee, helemaal happy mee. Binnenkort heb ik ook gewoon overal airco's in huis. Deze zomer bij mijn ouders thuis, nou ik heb echt afgezien te zweten jongen. Ik word elke ochtend wakker in een waterbed. En dit is toch genieten jongens. Dit is toch genieten hè. Genieten, kijk er eens naar dat uitzicht. Altijd als ik bij Roy ben, je blijft maar kijken. Je ziet altijd weer nieuwe dingen. Eigenlijk zie je wel veel meer met daglicht, maar dan zie je altijd nieuwe dingen. Het zijn allemaal woonwijken hier beneden. Je kijkt zo bij iedereen zijn tuin in. Ik zag laatst gewoon een man gewoon vol zijn hond zwaffelen. Ik dacht, what the fuck? Ik dacht oprecht, what the fuck? Ik denk, dat doe je toch niet? Dat doe je toch niet in je tuin? Dat doe je toch gewoon binnen? Wat heeft u besteld? Ik heb even 2 fatsoenlijke logeerbedjes besteld. Eindelijk. Jongens, ik slaap je altijd op de bank of op een of ander pauperstukje kleed. Weet ik van wat het is. Vindt hij leuk hoor. Ja, Roy noemt het matrasjes, maar het zijn gewoon 2 soort tuinkussens. En dan word je wakker en zijn al je wervels verkeerd. Roy vindt het nogal grappig. Het zijn gewoon 2 soort van tuinkussens. Het is zo accurate ook gewoon. Het ja, klopt ja, het klopt gewoon echt. We hebben nu 2 echt luxueuze klapbedden gekocht. Ja, deze dus dat is helemaal mooi. Echt goed. Ja, echt deze goed. Echt, ik zat net reviews te lezen. Iedereen was er lovend over. Ik was ook één review. Ik lees nooit reviews, gaan. Was één review van iemand die zegt... Ja. Je kan er goed in rukken. Nee, want zij... Ik had ruzie met mijn vrouw, dus ik moest even een oplossing vinden om in de woonkamer te tukken. Dus ik had dit bedje gekocht en na een maand erop slapen, slaapt het nog steeds goed. Nee, het is ja, echt hier. Ja, ja, je prankt sowieso een hele pauperbende bij elkaar. Hé, hey, maar Roy, hoe klinkt het als ik zeg... Dat ik even op die pauperkleedje op die tuinkussens ga leggen. Want morgen moeten we weer vroeg aan de gang met de hovenier van mijn tuin. Ja. Althans, of mag ik op de bank? Ja, zo is het. Moet ik op de bank of moet ik op die pauperkussens? Op de tuinkussens. Nog voor 1 laatste keer. Godverdomme. Ik op de tuinkussens. Nou, dan kan ik morgen mijn rug niet bewegen bij die hovenier. Met die hovenier morgen. Ik lig nog liever op het vloerkleed in je woonkamer dan dat ik op die fucking kussens moet liggen. Maar je kan ze dan wel op elkaar opstapelen. Ja, het erg is. Dus het zijn er ook nog 4. Het zijn 2. Ja, maar ik bedoel van, het zijn 2 tuinkussens aan elkaar soort van. Ja, ja. Daar weet ik veel. Driedelig. Helemaal kut. Maar het is echt officieel de laatste keer. Dus je kan je zo'n soort van ja, is afscheid goed. Nemen is goed. Van je enemy. Maakt niet uit. Wij hebben een fantastische dag gehad. We hebben enorm genoten van vandaag. Echt super leuk ontvangen ook door Oscar. En gewoon super relaxed. Ik had het met Oscar er ook al over. Ik denk dat ik in mijn hoofd wel echt een keuze heb gemaakt. Qua merk en wat ik eigenlijk wil. Maar ja, dus hier ook nog erbij te denken. Wil je er iets naast? Dus ik wil een auto kopen. En misschien dan nog iets naast. Op basis van lease, weet je wel. Dus op afbetaling. Of ja, dan wordt het misschien ook weer allemaal te gek. Zo lekker. Dan wordt het misschien ook weer allemaal te gek. We zien het allemaal wel. Het moet ook weer allemaal niet over de top worden. Ik ga lekker slapen. Ik hoop dat jullie heel erg meegenoten hebben vandaag. Mocht dat nou zo zijn, vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later! En mijn plaats voor een echt held. 1 euro, eerste maand hier.